Wat gebeurt er als ouders terechtkomen in een vechtscheiding? Ouders en kinderen horen bij elkaar en zijn verbonden door een band. Als ouders gaan scheiden, komt die band onder druk te staan. En helemaal zeker als ze terechtkomen in een vechtscheiding. In een vechtscheiding, en zeker als er een ouder uit de band stopt, blijven de kinderen reddeloos achter. Er is een ouder die mist en de andere ouder is vaak gericht op de ouder die uit de band gestapt is. Kinderen kunnen hier niet meer in functioneren en wat ze nodig hebben, is dat ouders toch zeggen, wij horen bij elkaar, wij zijn ooit een band aangegaan en jullie kinderen horen daarbij. En jullie mogen weer opstaan, weer opgroeien en rustig kind zijn en wij zorgen als volwassenen voor die band, die ook al is die verbroken, dat we toch als ouders samen voor jullie als kinderen de verantwoordelijkheid nemen.